is er eigenlijk allemaal in de keuken te vinden? Een heleboel en in deze video ga ik de belangrijkste aan je laten zien. Te beginnen met snijplanken. Want ja, een hele kip, koe of broccoli op je bord? Nee, er moet gesneden worden. En dat doe je niet allemaal op dezelfde snijplank, dat is niet hygiënisch. En een tip, leg een anti-slipmatje onder je snijplanken, want dan glijdt hij niet weg. De rode snijplank is voor rauw vlees en de gele voor gevogelte zoals kip. De groene voor groente, heb je hem, maar ook voor fruit. En dan de witte voor kaas en brood. Let heel goed op deze kleuren. Dan snijden. Dat doe je het meest met dit koksmes. Check het filmpje over het snijden met een koksmes. En dit mes is een kartelmes en daar kan je bijvoorbeeld goed een stokbrood mee snijden. En dit is een dunschiller. Die gebruik je voor het heel dun schillen van een wortel of aardappel bijvoorbeeld. Check ook zeker dat filmpje over hoe je dat moet doen. En dit is een klein aardappelschermesje die je ook zeker voor een heleboel andere taken kan gebruiken. Maar onthoud, het meeste snijden doe je met je koksmes. Dan natuurlijk nog meer, zoals een opscheplepel voor sausen en zo, een garde om te roeren en een plastic spatel in je pannen te roeren. Roer nooit met iets metaals in een pan, dat is slecht voor de anti-aanbaklaag. En brand je handen niet en gebruik een pannenlap en overwand. En dan zijn we nu bij de koekenpan voor het bakken, de braadpan voor het braden en de stilpan voor sausen en deze pan met deksel voor pasta en rijst en zo. En dan heb je ook nog meer, zoals bakjes, schaaltjes, maatbeker, kopjes en borden en je bijvoorbeeld platte en diepere borden. En natuurlijk een handdoek, vaatdoek en een theedoek om de boel schoon en droog te maken. Nou, er is vast nog meer te vinden, maar in elke keuken vind je deze dingen terug en die kan jij gebruiken om jouw maaltijd te maken. Deze video is mogelijk gemaakt door MK Educatie. Op zoek naar een onderwijsadviestraject op maat? Ga naar mkeducatie.nl.